De doelen van de Lottoploeg dit seizoen zijn duidelijk. Prominent aanwezig zijn in de voorjaarsklassiekers en in de Ronde van Frankrijk. Voor de Tour zijn er drie troeven. Nieuwkomer, de Finn Lauka, die bij Lotto veel meer dan bij Festina zijn kans zal kunnen gaan. Teterjoek en rondekopman Laurent Madouas. Jouer sur trois tableaux à la fois, c'est-à-dire être beaucoup plus opportuniste. Donc on sera ensemble en montagne et donc là on peut plus facilement attaquer. On a la possibilité d'avoir plus d'ouverture et de pouvoir gagner des étapes. Voor de klassiekers wordt Joop Plankaert één van de twee kopmannen. De speelvogel Plankaert moet dus dit seizoen een echte leider worden. Ik ben 27 jaar nu geworden en het wordt tijd dat ik mijn keer laat gelden. Feitelijk. De speeltijd is gepasseerd en ik draag het kopmanschap samen met André Smil. Gelukkig is het niet, valt het niet allemaal op mijn schouders alleen. We zijn met twee. En volgend jaar zal ik alleszins een keer moeten op tafel kloppen af en toe, denk ik. Geeft dat extra druk? Voel je die druk? Voelen. Van de ploegleiding ook bijvoorbeeld een beetje vorig jaar. Ja. Jean-Luc had zeker niet verwacht dat ik zo'n seizoen ging rijden. En het was allemaal goed. Ik begon goed, dan goede prestaties neergezet. Dan was ik nog tweede in Parijs-Roubaix al. En die kon zijn ogen niet geloven. Maar nu verlangt hij natuurlijk iets meer. Nu verlangt hij feitelijk dat ik een klassieker win. Maar ja, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Lukt het Plankaert niet in de klassiekers, dan is er nog altijd oude trouwe André Tschmil. Tschmil wordt een deze dagen Belg en hij zal dus verlost zijn van allerlei visumbeslommeringen. Hij kan zich nu ten volle concentreren op de wedstrijden die hij wil winnen. En dat zijn dezelfde als andere jaren. Ik wil proberen de Coupe du Monde te winnen. En daarna wil ik altijd mijn objectief om goed te zijn tijdens de klassieken, in mode mars-avril. En daarna wil ik proberen de Coupe du Monde te winnen. Maar dat WK is nu nog ver weg. Nu is er nog even tijd voor amusement. Het serieuze werk komt nog wel. Als ze maar beter fietsen dan zingen.